Marit, Dylan, ik hoef denk ik niet te vragen wat jullie hoogtepunt van 2022 was, hè? Nou, we hebben er een aantal gehad. Wat is hierop jouw antwoord? Ja. Ja, maar het echte hoogtepunt was toch eigenlijk wel dat we een babytje verwachten. Kijk, trouwen was geweldig. Maar we hadden zoiets van, laten we het meteen overtreffen. Hoi Dylan en Marit! Hoe vonden jullie het? Dat jullie bruiloft moet worden uitgesteld? Want jullie zouden echt al een poos geleden eigenlijk al trouwen, hè? Ja, het is nu 2 keer uitgesteld geweest. Nou ja, en toen wisten wij natuurlijk op een gegeven moment ook dat we al een kleine verwachten. Toen dachten we, laten we de bruiloft naar voren halen en dan gaan we gewoon trouwen. En dan wordt het anders, het wordt kleiner. Maar ja, Marit kon natuurlijk niet echt meer meefeesten tot s'nachts. Nee, je mocht het ook niet drinken, niet toast op je eigen bruiloft. Ja, nee. En ik was de weken daarvoor ook behoorlijk misselijk. Ik vond het heel spannend. A, ga ik die hele dag volhouden? B, sta ik dadelijk kotsend op mijn eigen bruiloft? En C, pas ik nog in de jurk? Want die jurk was er ook al 2 jaar. En die was precies op maat. Die kon ook niet groter gemaakt worden. Dus we hebben spannende weken gehad. Waarom heet Marit nog geen Marit Hagens op Instagram? Ja, hier ben ik het mee eens. Leg dat maar eens uit. Dat kan dus niet zomaar veranderd worden. Dus ik heb dat aangevraagd. Maar dat moet dus langs heel veel mensen. Maar je wil het dus wel. Het is dus niet dat je denkt... Nee, het is niet dat ik het niet wil. Alleen... Hebben we nog wel wat discussies Dylan over Dylan wil het nog veel liever. Hoe reageerden jullie toen jullie zagen dat Marit zwanger was? We hebben samen de zwangerschapstest gedaan. Of ja, althans, ik heb hem moeten uitvoeren. Maar daarna hebben we samen gewacht. En ineens zag ik dus, dacht ik, een heel licht streepje. Ja, dat streepje zo licht. Dat kun je gewoon bijna niet zien in het begin. Nee. En daarom was ik ook helemaal in shock. Jij zei, nee, ik zie het echt. En ik zei, ja, maar waar? Nee, dat kan niet. Ja, toen beseften we ons van, volgens mij is het echt heel bijzonder. Het is ook niet zo heel makkelijk geweest. Het heeft wel even geduurd. En ik kreeg ook al heel veel vragen, ook van veel kinderen, van wanneer krijgen jullie nou kindjes en zo. En dat vond ik op een gegeven moment wel moeilijk, omdat het gewoon niet lukte zomaar. En toen na 2 jaar is het gelukt. En dat is geweldig. Vind je dat mensen in het algemeen te veel, gewoon te makkelijk denken, oh, getrouwd, kinderen, dat gebeurt gewoon? Ja, eigenlijk wel. Absoluut hoogtepunt van 2022. Baby. Jullie grootste blunder van afgelopen jaar? Wat mij het eerste in mij opkwam was tijdens de bruiloft iets. Oh, ja. Maar ja, het was niet echt een blunder, het was niet echt jouw schuld. Maar de jurk van Marit vloog bijna in de fik. Dat was wel, ja, dat had een hele heftige blunder kunnen worden. Maar dat is gelukkig goed gekomen. Dit wil ik graag in 2022 achterlaten. Ik weet het. Oh! Ja. Ja, dat kan. Ons huis. Jullie gaan verhuizen? Ja, verhuizen. Dit is dus nog niet bekend. Nee. Nee. We hebben een primeur. Dit is al een primeurtje. Ja. Mijn goede voornemen voor 2023. Het begint met de L en het eindigt op uiers verschonen. Ja. Wat vinden jullie van dat jullie zo bekend zijn en dat jullie baby straks ook heel bekend wordt? Het feit dat we zelf bekend zijn, hebben we zelf een beetje voor gezorgd natuurlijk. Maar alleen voor ons kind is het wel een ander verhaal. Die kiest er niet voor. We vloggen niet ons dagelijks leven, dat scheelt al. Dat gaan we ook niet doen met ons kindje. Maar we hebben het er wel veel over gehad, toch? Ja, want je bent ook trots. Dus het is ook leuk om een keer een fotootje te delen. Ja. Ja. Ik kan wel voorstellen dat heel veel kinderen natuurlijk heel benieuwd naar zijn. Ja, daarom. Dus dat maakt het een beetje lastig. Maar nee, we willen daar wel voorzichtig mee omgaan. Hoi, hoe komen jullie op die leuke ideeën voor jullie video? Ja, onder de douche of als ik op de wc zit te poepen. Ja? Inspirerende plek? Ja, ik weet niet. Die geur, dat is heel inspirerend. Ja. En je zit daar ook wel vaak lang, moet ik daar zeggen. Daar gaat het vooral om. Het gaat erom als jij even rust hebt. Waardoor je eindelijk gewoon een beetje creativiteit en inspiratie krijgt. En hoe lang denk je hier nog mee door te gaan? Blijf je je hele leven YouTube-filmpjes maken? Ik denk het eigenlijk wel. In ieder geval zolang het kan, wel. Opa Dylan. Hey mensen! Maar ik denk dat ik op een gegeven moment mijn eigen gezicht wel moe ben op dat YouTube-scherm. Maar ik weet het niet, hè? Misschien niet. En wie weet wordt onze dochter later wel een YouTuber of dan bestaat er waarschijnlijk wel weer een nieuw platform. En de laatste vraag is denk ik de meest gestelde vraag van allemaal. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hebben jullie al een naam? We hadden 1 naam voor een meisje, voor een jongen ook nog niet, waarvan we wisten, als we een dochter krijgen, dan krijgt ze die naam. Maar er zijn er dus eigenlijk
bijna geen met deze naam. Ik ken er dus in Nederland geen één. Nee, ik ook niet. Dus het is geen Joanke, hè? Jammer. Nee, dat is het niet. Ik ga niet veel verklappen, niet maar het is niet zo moeilijk. Nee, hij is vooral heel mooi.